3 overwinningen boekte Utrecht dit seizoen, waarin het eerst Simon Kistemaker en later Ronald Spelbos als trainer op de bank had. De laatste keer dat Utrecht won was op 14 januari, uit tegen Volendam met het 0-1 door Hans Visser. En daarna pakte Utrecht in de laatste 10 wedstrijden nog maar 3 punten. En vanavond dan de thuiswedstrijd tegen de Eagles, de mede-degradatiekandidaat waartegen het moet gebeuren, weet ook Ferdy Vierklauw. Ja, ik denk als wij deze wedstrijd verliezen, waar we niet vanuit gaan. Dan is het boek vrijwel gesloten. Het is Go Ahead dat uitbreekt. Tammer. Het schot van Tammer, naast. En met de 0-0 hebben beide ploegen eigenlijk helemaal niks. De uitslag is alleen maar in het voordeel van de andere degradatiekandidaten. De wedstrijd mag nog steeds door. 4e minuut van de extra tijd. Een hensbal van Schenning en een fluitsignaal nog van Van Dijk, de scheidsrechter. Moens organiseert en achter de bal weer Visser. Maar op de vrije trap wacht men in Utrecht al tijden. Maar geloof het of niet, het is 1-0. Echt waar. Euforisch, de spelers, euforisch. De toeschouwers. Diep in de blessuretijd schiet Hans Visser Utrecht naar de overwinning. Die opluchting geeft bij spelers, technische staf en voorzitter van de FC. In het Diekmond Stadion. Een slechte eerste helft werd gevolgd door een goede tweede helft. Dit is De Jong. Granoogs net in de ploeg gekomen voor Peter Hofstede. De wedstrijd is in de tweede helft 3 minuten oud als Raymond Granoogs zijn 6e doelpunt scoort en daarmee Utrecht op 1-0 zet. Tot opluchting van die vele meegereisde supporters uit Utrecht. De punt van de schoen voor Raymond Granoogst. Opnieuw Bosveld. Nu staan de ploegen weer op gelijke hoogte, zo lijkt het. Maar Bosveld stond in buitenspelpositie. Pech voor Twente en voor deze supporters. Sneller dan Van Kessel. Die trekt hem aan het shirtje en dan legt Weegreef de bal op de stip. En is alles wat Utrecht heet ontzettend kwaad. Domme overtreding van Van Kessel. En een terechte beslissing van Weegreef, zo blijkt uit de herhaling. En voor die strafschop meldt zich Joost Volmer, die bezig is aan zijn laatste wedstrijd voor FC Twente. En hij scoort. En dan moet Utrecht weer helemaal opnieuw beginnen spelen. Ook met Utrecht. Smeets met een hoekschop, kort erop. Opnieuw Smeets. En daar staat bij de tweede paal Hans Visser. En zo doet hij dat. Zijn 6e doelpunt dit seizoen, al de 4e maal dat zijn doelpunt beslissend is. Het o zo belangrijke doelpunt voor Utrecht, 3 minuten voor tijd. De bank met ook de geblesseerde John van Loon viert feest. De lange trap van Smeets en daar staat Hans Visser. En dan raken de supporters wat verhit. Utrecht supporters komen uit hun vak, ook Twente supporters komen eruit. En dus wordt de wedstrijd 10 minuten onderbroken. En moeten Ronald Spelbos en de spelers van Utrecht hun spanning vasthouden. Slotfase. Elleman. Gestuurd door Nascimento. En dan houdt scheidsrechter Weegreef het voor gezien. Of toch nog één keer Twente. Nee, hij houdt het voor gezien. Utrecht wint met 2-1 in het Diekmanstadion in Enschede.
en speelt volgend jaar nog een keer in de Eredivisie. Er zal nog helemaal wat moeten gebeuren in de Domstad om het verblijf op een aangename manier te verlengen. Utrecht wint in Enschede. Een narrow escape in het Nederlands.